Sinds het seizoen 2013-2014 doen de belofteteams van Ajax en PSV mee in de Jupiler League. Maar wat is dat nou precies, zo'n belofteteam? Een voetbalclub zoals Ajax en PSV bestaat uit verschillende teams. We nemen even Ajax als voorbeeld. Een club als Ajax bestaat uit het eerste team, het belofteteam en verschillende jeugdteams. Het eerste team is het hoofd van de club. Daar kijken alle supporters naar. Het eerste team van Ajax speelt in de Eredivisie, de hoogste voetbaldivisie in Nederland. Bij de jeugdteams zijn de voetballers ingedeeld op basis van leeftijden. Iemand van 12 jaar speelt dan ook samen met een 12-jarige. Tussen het eerste team en de jeugdteams zit het belofteteam. Het belofteteam is het team van de club waar jonge voetballers spelen die te oud zijn voor het laatste jeugdteam en te jong of nog niet goed genoeg zijn voor het eerste team. Het woord belofte heeft in de voetballerij een speciale betekenis, namelijk spelers waarvan de club denkt dat ze in het eerste team kunnen komen. Maar hoe worden deze belofteteams eigenlijk genoemd? De belofteteams van Ajax en PSV worden op de ranglijst en in de volksmond Jong Ajax en Jong PSV genoemd. Jong plus de clubnaam is dus hetzelfde als een belofteteam.